een nieuwe vlog voor jullie. En vandaag heb ik mijn allereerste examenvlog. Het is vandaag woensdag 2 december. En ik ben eigenlijk net een dagje te laat voor echt vlogmas te doen. Maar ik ga toch proberen nog vlogmas te doen. Ook al ga ik het eigenlijk gewoon examenvlogs noemen. En tegelijk is het dus ook vlogmas. Maar het is dus vandaag woensdag 2 december en ik heb vrijdag mijn eerste examen. Ik ben nu al voor sociale wetenschappen aan het leren. Dat is eigenlijk een van onze hoofdvakken in mijn richting. En ik ben het dus nu aan het leren. En ik dacht er ineens aan dat ik nog mijn examenvlogs moest beginnen. En ik heb er heel veel zin in. Ik besefte dus ook dat ik deze morgen nog niets heb gedaan ofzo, maar ik had daar ook eigenlijk geen tijd voor, want ik moet 's morgens altijd heel snel voortdoen. Dat we hier verhuisd zijn. Maar ik hoop dus dat jullie de examenvlogs heel leuk gaan vinden en tegelijkertijd ook de vlogmas. Het is dus eigenlijk al 4 uur, maar ik heb ik begin pas vrijdag, dus ik ben vandaag aan het leren voor dat vak. En ik ga morgen namiddag ook nog heel, leren voor het vak. Maar ik heb op vrijdag, bij ons op school hebben wij in de vrijdag altijd alleen maar in de namiddag examen. Dus hebben wij gewoon standaard vrijdag namiddag examen. Dat is dus ook alleen maar op vrijdag. En ik heb net ook eigenlijk mijn samenvatting af, dus ga ik nu gewoon alles al eens leren. Of al heel goed doorlezen en zo, dus dat ik morgen ook eigenlijk gewoon nog... gewoon ook nog moet leren en herhalen en zo. Want we zijn daar straks, dat was eigenlijk onverwachts, dat ging eigenlijk normaal niet gebeuren. Maar ik kwam als mama mijn oma tegen, een oma met haar zus, en die vroegen dat we mee gingen eten in de pizzeria. En dat hebben we dan uiteindelijk nog gedaan. Dat was heel gezellig en ook heel lekker. Maar daarmee moet ik gewoon nu nog wat harder doorwerken. Ik heb er eigenlijk totaal geen zin in. Hey iedereen, het is nu 5:40 en het is al donker, het is zo buiten. En ik heb nu eigenlijk al heel de tijd bezig geweest en ik heb ook ondersociaals gepauzeerd. Al sociaal wetenschap geleerd en ik ken het eigenlijk toch al wel redelijk waar, ken ik al. Maar dat komt ook omdat we hebben dat allemaal door het jaar al eens gezien. En ik kan dat eigenlijk nog wel goed, dus daar ben ik heel blij mee. Mijn mama is nu even niet thuis. Alleen ik ben niet thuis, ik ben gewoon alleen thuis. En ik moet zelfs van 8 tot 9 nog gaan dansen. Dus daar heb ik ook heel veel zin in. Dat is gewoon vlakbij. Ik zal trouwens eens mijn examenpost laten zien. Ik ben dus Vira CWA en ik heb vrijdag sociale wetenschappen, maandag Nederlands, dinsdag aardrijkskunde, woensdag geschiedenis, donderdag Engels, vrijdag heb ik in de namiddag wiskunde. Dan heb ik weer maandag Frans en dinsdag natuurwetenschappen, maar daar heb ik dan 3 examen van. Dus ik heb echt wel een heel goede examenposter vergeleken met deze richting. Die hebben elke dag 2 vakken of 2 beurten, dus dat is echt heel veel. Hey iedereen, het is nu 7 uur en we hebben net gegeten en zo. Ja, we hebben nogal redelijk laat gegeten omdat mama en zo laat thuis waren. Maar ik moet binnen een uur op de dansen zijn, dus ik kan nu nog een goede half uur leren. Dan moet ik me aanbekleden en vertrekken. Het is gewoon op fiets afstand, maar... ja, gewoon dus nog wel een stukje fietsen. Ik ga dus nu nog goed leren voor sociaal wetenschappen. In het half uur wil ik echt nog goed doorwerken. Het is natuurlijk morgen nog geen examen, dus ik moet eigenlijk geen stress hebben dat ik het niet af heb. Maar ik heb vandaag, ik ben echt trots op mezelf en wat ik gedaan heb vandaag. Ik heb echt heel goed geleerd. Ik heb dus mijn samenvatting afgemaakt en ik heb al een stuk geleerd. Dus ik ben echt heel, blij of zo. Ik weet niet hoe ik het moet verwoorden. Voor diegenen die al bezig zijn met examens, trouwens ook heel veel succes. Maar waarschijnlijk zie ik jullie zelfs weer of anders. Tot morgen. Hebben jullie ook zo tijdens examens zo een tic-tac-verslaving of zo? Ik weet niet, maar ik wil heel de tijd graag iets in mijn mond hebben. Dus ik eet oftewel tic-tac, oftewel eet ik. Deze kauwgom, of hier ligt nog een muntje en daar liggen ook nog wat muntjes. Maar ja, ik weet niet, ik heb altijd graag tijdens examens iets in mijn mond. Hey iedereen, het is vandaag 3 december en het is nu 7:30 morgens. En ik heb net ontbeten en ik ga nu hierboven alle ramen toe doen en zo. En dan moeten we ondertussen ook al wel bijna vertrekken naar school. Nu dat we verhuisd zijn, moeten we altijd redelijk vroeg vertrekken.
Ik heb vannacht weer geslapen. Wat een mededeling. Maar ik heb vandaag maar een halve dag school. Want ik heb morgen mijn allereerste examen. Dus mogen wij om 12 uur, van 5 na 12 naar huis. En in de camera in het oog focussen. Ja, ik ga even in de spiegel aan het kijken. Maar... Oké, dus we hebben maar tot 12 uur school. En dan kom ik naar huis met de bus. En dan kan ik goed leren voor mijn examen van... Sociale wetenschappen van morgen. Ik heb wel goed geleerd, dus eigenlijk zit het er al wel redelijk goed in. Maar ik ken eigenlijk belangen nog niet alles. Ik zal trouwens ook mijn outfit even laten zien. Dit is wat ik aan heb. Deze trui die ik er ook aan had. Deze komt van America Today. En dit is zo wit met grijze streepjes. Dan heb ik deze grijze broek aan. Deze komt van Esprit. En dan aan mijn voeten ga ik gewoon mijn Adidas superstars aandoen. Hey iedereen, het is nu 2:30 en ik ben al een tijdje thuis in... En ik heb ook al een tijdje gestudeerd. Ik ben nu gewoon hier thuis. Ik ben hier in de keuken aan het studeren. Omdat ik ook alleen thuis ben en ik vind het wel tamelijk griezelig om zo alleen boven te gaan zitten. Maar ik heb dus nu al een tijdje geleerd en... mijn bus was veel te laat, waardoor dat ik ook later thuis was als gepland. Wat dat niet zo tof was, maar ik ga nu echt nog voortleren, want ik kreeg daar rust op de klok en ik zei dat het 2:30 was en ik kreeg even een stressaanvalletje. Maar daarmee ga ik dus nu goed door doen en ik zie jullie straks weer. Hey iedereen, het is nu 4:00 en mijn mama en mijn broer zijn net thuis. Ik zit nu terug boven omdat ik beneden nu echt totaal niet meer kan concentreren omdat mijn broers en zo daar heel de tijd rondlopen. Ik ben eigenlijk heel goed op schema. Ik ken eigenlijk alles al. Natuurlijk zijn er zo wel een paar dingetjes dat ik zo denk van, dat moet ik echt nog wel goed herhalen een paar keer. Maar in grote lijnen ken ik eigenlijk alles al en daar ben ik heel content mee, want het is nog maar 4:50 en alles is eigenlijk al zo goed als geleerd. Nu, omdat wij morgen, dus op vrijdag in de namiddag examen hebben, ga ik morgen al mijn toetsen herhalen. Dat doe ik eigenlijk altijd zo als ik op vrijdag een examen heb, want dat is gemakkelijker. En dan morgen, dan heb ik al om 2:55 al gedaan. En mijn bus is er om 36 na en die haal ik waarschijnlijk niet. Dus dan moet ik nog een uur wachten. Maar dan kan ik beter ook wachten tot als mijn mama er is. Om mijn broers op te halen en dan mee te komen. En ik ga waarschijnlijk ook niks meer leren morgen. Ik ga nog eens een Nintendo video waarschijnlijk morgen opnemen. Dus dat is ook een beetje het plan voor morgen. En ik ga nu dus nog goed voortleren. En dan gaan we zelfs eten. En dan ga ik nog voortleren. En ik heb er eigenlijk nu echt al geen zin meer in.